Hey kijkers van Doomsday, leuk dat jullie kijken naar deze allereerste aflevering van Planetcraft. Ik wilde een lekker overdreven introotje maken, maar het wordt natuurlijk geen roleplay, want dan kan ik niet met jullie kletsen. En dat vind ik toch wel gezellig tijdens deze serie. Dus het wordt wel gewoon een commentary, maar ik dacht, laten we gewoon die eerste trailer eens lekker van start gaan. Hopelijk vonden jullie het leuk, hopelijk vinden jullie het überhaupt leuk. Weer een beetje Minecraft gaan spelen, gewoon een beetje kletsen met jullie, terwijl jullie kunnen kijken naar een noob die Minecraft aan het spelen is. We zijn hier in Planetcraft, zoals jullie zien. Jullie hebben het al gezien in de trailer, maar ook als ik hier zo wel eventjes kijk, Free World en terug ga, we zijn op Madagaskar. En Madagaskar ligt natuurlijk naast Afrika. Ik hoop dat jullie dat weten. Die is dus van mij. En wij gaan hier gewoon een soort survival serietje doen. En het is uiteindelijk de bedoeling dat ik een aantal van jullie ga inviten om op de server te komen. Of in ieder geval bij mij op het eiland te komen. Want nou ja, iedereen kan op de server. Het is free to play. Om samen gewoon een waanzinnig mooi eiland te maken. Waar mensen kunnen handelen, waar mensen kunnen langskomen. Wat gewoon aantrekkelijk is om naartoe te komen, want we willen natuurlijk een prachtig, mooi landje worden waar iedereen wil zijn. We liggen best wel centraal tussen Australië en Afrika in. Afrika is natuurlijk nog niet zo heel druk, maar Australië is natuurlijk een heel druk bezocht landje. Daar liggen we eigenlijk precies tussen. Dus dat is heel gunstig, denk ik. En eigenlijk het eerste wat ik van plan was tijdens deze aflevering, het is een beetje nacht. Nou, we hoeven niet bang te zijn voor zombies en dat soort praktijken. Maar hier achter deze bergen ligt, als het goed is, een berg. Wat zeg ik nou? Achter deze jungle ligt, als het goed is, een hoge berg. De hoogste berg van dit eiland. En ik dacht, dat is misschien een mooi uitkijkpunt om ons eerste huisje neer te gaan zetten. We gaan daarnaast ook gewoon wat hout hakken met dit beltje voor wat tools. We nemen uiteraard de crafting table en de kist zometeen mee. En dan denk ik dat we een goede basis hebben. Goed idee? Vond ik ook. Goed, we gaan eerst maar eens even deze weg hakken. Ja. Zo. En dan nemen we de kist mee. En die planken, die laat ik heel even voor wat het is. Want het is gunstiger om met dit bijltje, die op een gegeven moment toch kapot gaat, boomstammen te hakken. Want dan krijgen we weer twee planks voor terug. Voor deze lading komen we ooit nog wel een keertje terug. We moeten eigenlijk alleen ook wood hakken. Want jungle wood is dus niet te craften. Dus, want kijk, als je hier kijkt, spruce planks kun je dus gaan craften. En eigenlijk is dat bij iedere houtsoort, birch, bij oak. Maar dan kom je bij jungle wood. Oh, ik dacht dat jungle wood niet te craften was, maar ik ga het nou toch wel even testen. Nou ben ik toch benieuwd. Want dit hele eiland zit vol met jungle wood natuurlijk. Ik ben toch nieuwsgierig. Nee, zie je? Ik zie dat ik dat niet kan craften. Maar als ik dan oak wood erin doe? Oh nee, sorry. Sorry jongens. Sorry. Zie je? Jullie kunnen kijken naar een noob. Oh, kijk. We kunnen jungle wood ook gewoon craften, jongens. Geen probleem. Oké, beter. Dan hebben we al gewoon verschillende soorten hout. Een mooie basis. Ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wakker. Ik moet even een gaming muis terug gaan halen. Ik speel op een Mac en dan heb ik zo'n Apple muis met zo'n, ja, touchscreen scrollknop, moet ik zeggen. Maar als ik daar heel lichtjes met mijn vinger over wrijf, dan scroll ik dus al. En het gebeurt dus heel vaak dat ik zo lekker aan het hakken ben en dan scroll ik en in één keer ben ik met mijn hand bezig. En dat is heel erg jammer. Lekker boeiend, denken jullie. Ik speel nou gewoon Minecraft. Zullen we anders birchwood en die, hoe noem je dat? Acacia? Acacia? Ik vind het helemaal goed, jongens. Helemaal mooi. En dan nemen we nog even wat birch mee. Dan hebben we echt van alles wat. En dan vind ik het wel even goed. Genoeg hout zo. Oh, nou kijk eens aan. Kan ik dit? Tuurlijk kan ik dit. Mensen doen complete jump maps. En Kevin kan dit weer niet hoor. Het zal toch weer eens niet. Zo. Ik wilde stoer doen, maar daar moet ik gewoon niet aan beginnen. Kijk, daar is die berg al. Het is allemaal niet zo'n rocket science. Wat ik wou zeggen, het is natuurlijk donker. En normaal heb je zombies, spinnen, alles kom je tegen. Maar nu weet je gewoon, je kan gewoon rustig rondlopen. Het enige waar je van kan schrikken is een varken of een kippetje of zo. Volgens mij zijn er wel dieren hier. Ik zie daar ook al de eerste oars. Nou jongens, dat is hartstikke fijn. Wat voor oars is dit? Dat kan ik niet zien natuurlijk. Dat moeten we later maar even ondervinden. Ik ben wel benieuwd, want niet iedere land heeft alles natuurlijk. Ik zie hier wel al gelijk drie verschillende. Dus ik denk dat, ja, Madagaskar gewoon een heel prima eiland is om op te zitten.
Dus ja, zit je dit te kijken en heb je zoiets van, nou, ik wil Kevin wel helpen, want dan zit ik op een goed eiland. Hier weer een ander blokje. Laat het me weten. Want er komen uiteindelijk invites. Ik ga natuurlijk op het begin wel een beetje zelf survivalen en al een beetje een basis neerzetten. Maar ja, dit eiland is dusdanig groot dat we hier echt wel met een lekker clubje op kunnen gaan zitten, hoor. Ik zie daar een berg, die is misschien hoger. Is die hoger? Ja, die ziet er wel net iets hoger uit dan deze. Ik ben overigens nog geen beest tegengekomen. Ik hoop oprecht dat ze hier zijn. Want dat zou heel veel schelen. Dieren kunnen breeden en zo. Maar vooralsnog zie ik ze niet. Open plekje. We halen even wat van deze zooi weg. En dan gaan we eerst al eventjes al dat hout fixen. Ik hoef voorlopig nog wel even geen logs te hebben. We beginnen gewoon even met planken. Ik weet nog niet helemaal hoe, hoor. Hop, hop, hop. Oh, cooldown. Nee, niet hier. Niet hier. Of wel hier. Nee, niet hier. Tjongejonge. Gewoon omdat het kan. Hè? Lekker opvallende huisjes. Uiteindelijk gaan we dit allemaal een stuk mooier en een stuk beter maken. Maar voor nu doen we het even zo. Ik hoop zo dat ik genoeg heb. Ja, we komen er net. Dan kunnen we deze er namelijk tussen zetten. Zo. We kunnen gewoon een deur maken, jongens. Oh, wat zijn we pro. Nou, als dit geen mooi huis is, weet ik het ook niet meer, hoor. En weet je wat we dan gaan doen? Dan zetten we zo hier aan de zijkant. Voor nu zet ik er dan even hier ook eentje in. Dan maken we die net één hoger. Leggen we deze hier op. Ik vind het helemaal mooi. Ja, kijk. Wat een designerhuis hebben wij nu al, jongens. Ik denk dat het noodzaak is dat we wat licht weten te creëren hier. We moeten ook nog een hoe maken, zodat we eten kunnen fixen. Want mijn etensbalkje is alweer half op. En ik vind het zonde om mijn coins weg te geven aan appels of zo. Dat vind ik zo onnodig. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Zullen we nog een klein rondje rondom het eiland doen? Voordat we verder gaan met een aflevering met alleen maar hakken en minen. Dat is voor jullie ook niet leuk. Ik weet zeker dat jullie benieuwd zijn hoe het eiland eruit ziet. Want ja, wellicht zit je dit te kijken en denk je van, ja, ik wil hier best wel gaan wonen. Of ik wil Kevin best wel gaan helpen. Dus dan is het op zich wel vet voor jullie om te zien hoe het eiland er een beetje bij zit. Nou, hier hebben we water. Prachtig, zo aan de rand van de jungle. Het is wat jungle hier, hoor, op dit eiland. Het is me wat allemaal. Dat is natuurlijk wel realistisch, want Madagaskar is ook een groot junglegebied. Met die aapjes van I Like To Move It, ken je die? Ik vind eigenlijk dat onze spirit animal moet worden. Als we hier zo een empire gaan opbouwen, dan moet eigenlijk de ringstaart Maki moet een beetje onze spirit animal worden, vind ik. Laat me eruit! Tjoh! Oké. Oké, we zijn eruit. Heel veel groen. Het is heel veel jungle. Het is best een groot eiland, moet ik zeggen. Maar begin ik toch moe te worden, hè, van al dat springen en gedoe. Dus dit is eigenlijk helemaal niet handig. Ik moet eigenlijk gewoon een hoop maken en zorgen dat ik gewoon kan eten en zo. Ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik weer een beetje terug ben met Minecraft. Het wordt gewoon een soort survival serietje. Het is niet roleplay, het is niet heel spannend. Maar ik hoop wel dat het gewoon even gezellig is en dat jullie het leuk vinden om gewoon te kletsen en in de reacties jullie reactie achter te laten. Want ik vind het leuk om te reageren op jullie en gewoon te kletsen en gezelligheid te hebben. Dat was eigenlijk de voornaamste reden dat ik dit wilde gaan doen. Lekker survivalen, gezellig kletsen. Een kleine community die we nog over hebben hier op Doomsday. Voor jullie doe ik het. Volgende aflevering gaan we dus lekker survivalen. Ik ben mijn huis nu al kwijt, dus dit begint echt top, jongens. Laat me weten in de comments als jij nu al zin hebt om mij te komen helpen. Of als je gewoon een andere vraag aan me hebt of een leuke opmerking. Laat maar gewoon wat achter. Ik reageer bijna altijd. Dus mensen, bedankt voor kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.